Zeeuwse vlegel kennen we natuurlijk van het brood. Maar je kunt er eigenlijk nog veel meer mee maken. Sebas, wat is Zeeuwse vlegel nu precies? Zeeuwse vlegel is een tarwesoort die je goed kan gebruiken als rijstvervanger. Vandaar dat we vandaag een risotto gaan maken. En daar heb je bij nodig tomaten, knoflook, paprika, Zeeuwse vlegel, balsamicoazijn, basilicum, witte wijn, bouillonblokje, broccoli, ui, zonnebloemolie, kipfilet en parmezaanse kaas. Als jij alvast een pannetje met olie opzet, dan begin ik met het snijden van de knoflook en de ui. Dat kan ik. Snipper de ui in blokjes, hak de knoflook fijn, snij de paprika in grove blokjes, snij de broccoli in kleine roosjes, 3 deciliter bouillon. Doe wat olie in een pan en laat het matig warm worden. Laat hier de ui en de knoflook zachtjes in fruiten. Daarna de Zeeuwse vlegel erbij en even goed doorroeren en laten garen. Blus het geheel af met wat witte wijn. De witte wijn is nou verdampt. We voegen elke keer een klein beetje groentebouillon toe, net zo lang totdat de risotto gaar is. Dit duurt ongeveer 10 minuutjes. Nou, dan hebben wij mooi even de tijd. Want ik ben op bezoek geweest bij Joop de Koeier. Hij is een Zeeuwse vlegelboer op Schouwen-Duiveland. Zeeuwse vlegel is in Zeeland op een milieuvriendelijke manier geteelde tarwe, die de grondstof is voor verschillende producten. Het bijzondere is dat het op een gecontroleerde manier geteeld wordt en dus de kwalificatie milieuvriendelijk verdient. We hebben eigenlijk een landbouwmethode die erg afhankelijk is van fossiele energie. En door dat nu niet meer te gebruiken, maar de mineralen uit dierlijke mest te benutten, doe je een stap op weg naar een duurzamere landbouw. De mensen moeten dat een keer geproefd en geprobeerd hebben voordat ze ontdekken dat het zo smakelijk iets is en dat er zoveel mogelijkheden zijn. Je kan er Zeeuwse nasi van maken. Dus dat is gewoon een nasi recept, maar dan in de plaats van rijst de Zeeuwse vlegel snelkooktarwe. En het is ook een prima basis om er salades mee te maken. En het goede nieuws voor ons is dus dat er steeds meer koks in Zeeland dat ook ontdekken. En het ook op steeds meer plekken op de kaart staat. En zo hopen we dus dat er een steeds grotere groep Zeeuwen, en ook niet Zeeuwen trouwens, die mogen het ook best eten natuurlijk wat ons betreft, het leren kennen en het dan vervolgens ook eens thuis gaan proberen zelf. Ondertussen ga ik de cherrytomaatjes in de ovenschaal leggen. Zo. Dan doe ik daar een beetje olie overheen. Wat zout. Nou, dat doe je goed. Ja? Ja. Peper. En hier, deze vind ik spannend. Ik besprenkel het met... wat balsamico. Nou, geweldig. Balsa. Ja? Natuurtalent. En nu? En nu doen we het 10 minuutjes in de oven op 160 graden. Ondertussen zetten we een pan met water en zout op om de broccoli te gaan blancheren. Blancheren is beetgaar maken. Blancheer de broccoli in 3 minuutjes. Giet de broccoli af. Snijd de kip in dunne reepjes. En zorg dat de grillpan heet is. Gewoon bakken kan natuurlijk ook. Grill de kip in 2 minuutjes aan weerskanten gaar. Voeg een klontje boter en parmezaanse kaas toe om het geheel af te maken. We kunnen het nu in een diep bord gaan serveren. Leg wat speels de broccoli eroverheen, de paprika, de kipfilet, klein trosje tomaten. En om het af te maken, een klein beetje citroenrasp eroverheen. Basilicum, klein beetje zout en klaar. Sebas, het ziet er echt heerlijk uit. Zullen we lekker gaan eten? Ja, graag. Nou, als je nog een aflevering terug wilt kijken of een recept wilt nalezen, dan kan dat op onze site www.zeeuwsekost.nl. Eet smakelijk! Smakelijk!